Ja, hier is Marcel positief al. Alleen heb ik niet zo positief bericht. Want Nicolette Kluiver, bij haar is in een vroeg stadium longkanker geconstateerd. Dat heeft de presentatrice, heeft het in ieder geval medegedeeld in een persbericht. En ze heeft ook besloten de werkzaamheden bij RTL per direct stil te leggen. Dat laat ze weten in een persbericht, zoals gezegd. Gisteren heb ik de uitslag gekregen. Dat is genomen uit mijn linkerlong. De uitslag is niet goed, helaas. De onrustige cellen zijn ontstaan uit de TBS-plek die vorig jaar bij mij is vastgesteld. Alles wijst nu op een voorstadium van longkanker. We zijn er op tijd bij, gelukkig maar dan maar. En genezing is in mijn situatie heel goed mogelijk, aldus Nicolette. Ze moet zo snel mogelijk onder het mes. Spoedig wordt een deel van mijn linkerlong eruit gehaald. Het is slechts nieuws, maar ik ben gelukkig heel erg dankbaar dat er in dit stadium dat ze erachter zijn gekomen. Het is een wonder en te danken aan het uitstekende werk van mijn artsen. De kans op genezing is dan ook heel erg groot, maar het zal een hele lange weg worden. Gelukkig kun je met anderhalf long goed leven. Ik wil iedereen vragen de privacy van mij en mijn gezin te respecteren. Ik wil graag de rust en ruimte om te genezen. Het komt goed, aldus Nicolette. We wensen jou, Nicolette, heel veel sterkte. En je komt er bovenop. En, het is een heel naar bericht, maar hopelijk. En dat zijn we allemaal van overtuigd. En leeft heel Nederland met je mee. Ja, RTL laat verder weten. We wensen Nicolette heel veel positiviteit en kracht toe en steunen waar wij haar kunnen. En dat doen we natuurlijk allemaal. En wij als burgers en kijkers van RTL, maar ook naar haar programma's, andere programma's. Kom op. En een dikke toy. En meer kan ik er even niet over zeggen. Maar hopelijk kom je er helemaal bovenop. Massa positief wel. Tot de volgende keer.